إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بخنمة التفسير إن شاء الله تعالى we hebben vandaag een nieuwe sura, dat is surat Al-Infitar. Wat Al-Infitar betekent splijten, terwijl de splijting, dat betekent Al-Infitar. En we gaan er vandaag mee beginnen. Deze sura is een van de Mekkaanse sura, dat wil zeggen die sura's, die Koran, die geopenbaard is voor de hijra. En zoals ieder Mekkaans sura behandelt deze sura ook al-aqida. Ja, dus zaken, dingen van het geloof. Zij behandelt de omwenteling van het universum, die plaats vindt op de dag van de opstanding. En wat er op die zware dag en grote gebeurtenissen zal gebeuren. En de verduidelijking van de situatie van de vrome en de zondaars, de onrechtplegers. Op de dag waarop mensen opgewekt zullen worden uit hun graven. De sura begint met de verduidelijking van een aantal verschijnselen als gevolg van de omwenteling, omwenteling van de schepping, dus het universum, die op de dag des oordeels, de opstandingsdag, plaats vindt. Zoals het splijten van de hemel. Het splijten van de hemel, het verstrooid worden van de sterren, het uitbreken en overlopen van de zeeën, het omgevoeld worden van de graven en wat daarna volgt en beloning en vergoeding. Daarna ging zij over om ons te vertellen over de mens en de ondankbaarheid. Ja, de mens die zeer ondankbaar is en de Heer. En de mens die weerbarstig is. Ondanks de gunsten van Allah Ta'ala. En de goedheid van Allah Ta'ala. Toch is de mens zeer ondankbaar. En ook hij ontkent de gunsten van zijn Heer. En hij ontkent de opwekking. En hij ontkent de dag des oordeels. Hij ontkent de vergoeding, de dag van de beloning, oftewel de dag waarop mensen natuurlijk verzameld zullen worden en afgerekend zullen worden. Ondanks het feit dat hij overspoeld wordt
door de gunsten van zijn Heer. Maar hij kent de waarde daarvan niet. En hij eert zijn Heer ook niet zoals het hoort. En daarom is hij ondankbaar tegenover de gunsten van zijn Heer. En daarna gaat de Sora over om melding te maken van dat er over de mens bewakers zijn gesteld. Bewakers zijn gesteld die eerbiedwaardig zijn en die zijn daden schrijven. Daarna gaat de Sora verder om ons mede te delen dat in het hiernamaals, de mensen in twee groepen verdeeld zullen zijn. Namelijk de vrome, de gelovigen en de al-fujja. Dat zijn de onrechtplegers. Dat zijn degenen die niet geloven. En zij maakt duidelijk wat de bestemming van deze twee groepen is. De Sora eindigt met een voorstelling van de opstandingsdag. En wat op die dag plaats zal vinden. Er zullen grote en verschrikkelijke gebeurtenissen gebeuren op die dag. En op die dag zal niemand iets bezitten. Een macht of een kracht. Op die dag wordt ook duidelijk voor iedereen dat de echte bezitter en de echte koning, dat is Allah Ta'ala. En dat het koninkrijk alleen aan hem toekomt. En dat niemand iets met hem bezit. Op die dag zal het voor iedereen duidelijk worden. En daarmee eindigt ook de Sura. De Sura maakt duidelijk dat op die dag niemand iets bezit. En de gehele zaak is alleen voor Allah Ta'ala. Hij is degene die oordeelt. En hij is degene die beloont. En hij is degene die straft. Subhanahu wa ta'ala. De Sura begint met Bismillahirrahmanirrahim. We hebben gezien wat de betekenis van Bismillahirrahmanirrahim is. Dus diegene die het nog niet heeft gehad, die raad ik aan om terug te keren naar de eerste lessen van Tafsir. En die kun je terugvinden bij sinserhart.nl. Daarna zei Allah Ta'ala, Ida sama'u unfatarat. Ida sama'u unfatarat. Wat betekent wanneer de hemel splijt. Wanneer de hemel splijt. Zoals Allah Ta'ala in ander vers heeft gezegd. Ida sama'u unshaqqat. Wanneer de hemel splijt. Daarna zei Allah Ta'ala. Wa ida al-kawakib untafarat. Wa ida al-kawakib untafarat. Al-kawakib. Dat zijn de sterren. Ja, en wanneer de sterren verstrooid worden. Wat betekent dat? Dat betekent als de sterren op die dag. Dan zullen de sterren verstrooid worden. Of het gaat om kleine of grote sterren. Ze zullen verstrooid worden en vallen. Waarom? Omdat het nabij leven ten einde is gekomen. Het nabije leven, dat is de dunya, is dan ten einde gekomen. En dan krijg je een heel ander natuurlijk systeem. Dus de ons bekende, vertrouwde wereld, die zal ophouden te bestaan. Daarna zei Allah Ta'ala, wa ida al-biharu fujjirat. Al-bihar, dat zijn de zeeën, meervoud van al-bahar. Wat betekent, en wanneer de zeeën uitbreken. En wat betekent uitbreken hier? Zeeën
raken vol met water. Ze breken uit. Ze lopen over. En de aarde zal de aarde zal onder water komen te liggen. Zo. De aarde is dan vol met water. Doordat de zeeën gaan kolken. En uitbreken en overlopen. Wa ida al-qubur bu'thirat. En wanneer de graven omgewoeld worden. Dus op die dag zullen de graven omgewoeld worden. Zoals Allah daar heeft gezegd. De andere verse. Ida zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu afqalaha. En wanneer de aarde hevig beeft. Wa akhrajat al-ardu afqalaha. En de grond, de aarde, haar lasten, en dat zijn dan de doden, want ze worden opgewekt, en ze komen eruit. Wa akhrajat al-ardu athqalaha, en de aarde, haar lasten, buiten gooit. En de aarde, haar lasten, zal afwerpen. Wat gebeurt er dan op die dag? Op die dag komt er zeker aan. Zoals Allah heeft gezegd. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun. Liyawmin 'azim. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Ala yadunnu ulaika. Weten zij dan niet? Weten zij dan niet? Dat zij opgewekt zullen worden. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun. Dat zij zeker opgewekt zullen worden. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. Voor de grote dag, voor een grote dag. Yawma yaqumu an-nas li rabbil 'alamin. Op de dag dat mensen opgesteld zullen worden voor Allah Ta'ala. Iedereen zal voor Allah Ta'ala staan. Zoals Allah Ta'ala heeft gezegd: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من خاف مقام ربه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تبيخ روبة أهل الجنة أهل النار. فأما من طغى في دخرنز دخرنز وبشخايت في zichzelf tot God heeft gemaakt of wie afgoden aanbidt met Allah Ta'ala, of het nu profeten zijn of engelen of heiligen of hemellichamen of sterren, of wat dan ook. Of bomen. Het zijn allemaal schepsels. Die Allah Ta'ala geschapen heeft. Niet om aanbidden te worden. Zij zijn ook geschapen om Allah Ta'ala te aanbidden. Dus wie dat doet. En wie. Van taga wa atar al hayat dunya. Dus wie. De grens overschrijdt en de voorkeur geeft en het nabije leven boven het hiernamaals wa athara al-hayat dunya al-akhirah fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. Voorzeker, waarlijk, zijn bestemming, zijn verblijfplaats, dat is al-jahim, al-naar. Wa amma man khafa maqam rabbihi, en wie bang is voor de ontmoeting met zijn heer, voor het voor zijn heer staan. Wanneer hij nefs aan het hawa. En hij heeft zijn nefs tegengehouden. Om al hawa, begeerte, wellust te volgen. Fa'in al jannata hiya al ma'wa. Waarlijk. Het paradijs is zijn verblijfplaats.
وإذا القبور بعثرت. Dus en wanneer de graven omgevoerd worden, mensen worden opgewekt en ze komen uit hun graven. Het zijn vier zaken, vier dingen die op die dag zullen gebeuren. Hier. Als deze vier zaken gebeuren, dan zal ieder nefs, ieder ziel, ieder mens weten wat hij tevoren heeft gedaan en wat hij heeft uitgesteld. Met nefsun, ma qaddamat wa akhart. Dus ieder mens zal dan weten wat hij van tevoren heeft gedaan en wat hij heeft uitgesteld. Heel over de verduidelijking van de vers bestaat verschillend mening bij geleerden. En de meest juiste mening, dat is de mening die zegt: alimat nafsun ma qaddamat, dus dan weet ieder mens wat hij tevoren heeft gedaan. Dat betekent wat hij of zij een daad heeft verricht. Zelf een daad heeft verricht. Wa akhara, en wat zij heeft uitgesteld, dat betekent die gewoonte, sunnah, die gewoonte of bepaalde weg die hij heeft, zeg maar, die hij is begonnen. En diegenen die hem daarin volgen, hij krijgt ook de beloning die zij ook krijgen. Zoals in de hadith staat, men sunna fil islami sunnatan hasana. Men sunna fil islami sunnatan hasana. Wie een goede gewoonte, een goede manier, een goede weg in de islam. Dus zoals bijvoorbeeld vrijgevigheid. Een hele goede eigenschap. Dat soort goede eigenschappen. Als je zo'n eigenschap begint en mensen volgen jou daarin, dan zullen zij, je wordt daarvoor beloond, maar ook zij die na jou komen, die jou volgen daarin, zij krijgen hun beloning en je krijgt ook dezelfde beloning die zij ook krijgen. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. En hoe weet een mens dat dan? Dat weet hij doordat hij op die dag zijn boek krijgt. Zijn boek wordt voor hem tevoorschijn gehaald. Allah Ta'ala zal zijn boek voor hem leggen. En hij zal tegen hem zeggen: Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lees jouw boek voor. Vandaag is er niemand anders nodig die jou afrekent dan jezelf. Lees jouw boek voor. Zo weet hij ook wat hij heeft gedaan. Immers, wij verrichten heel veel daden. Maar heel veel daarvan zijn we al lang vergeten. Sterker nog, als je aan mij vraagt van wat heb ik gezegd toen ik begon om 6:30, dan ben ik heel veel wat ik heb gezegd, ben ik alweer vergeten. Maar het is niet verloren gegaan. Het staat in mijn boek. En ook in ieder mens heeft zijn eigen boek. Zoals wij ook zullen zien tijdens de verduidelijking van deze sura. Er zijn bewakers over ons aangesteld. Die alles schrijven, wat we doen en wat we zeggen. Veel dingen die wij al lang vergeten zijn, zullen wij ze zien op die dag. Zoals Allah daar heeft gezegd, Ahsahu Allahu wa nasuh. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah Ta'ala heeft het opgezond, opgeschreven. Zij zijn het al lang vergeten. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Dat weet ze doordat zij, dat ieder mens een boek, zijn boek krijgt. Voorgelegd. En hij leest daarin zijn leven.
En hij vindt daarin dingen die hij al lang vergeten is. Vindt hij allemaal terug in zijn boek. Het doel van deze waarschuwing door Allah Ta'ala aan ons is natuurlijk om ons te waarschuwen voor datgene wat ons te wachten staat. En dat er niets van onze daden of woorden verloren gaat. En dat alles wordt opgetekend zodat wij alert zijn. Alert zijn. Zodat we niets zeggen behalve het goede. En ook niets doen behalve het goede. Immers, we zullen alles terugvinden in ons boek. Zodat wij volgens de wil van Allah Ta'ala. En dat wij niet tegenstrijdig handelen met wat Allah Ta'ala wil. Wat zijn profeet. Met gehoorzaamheid aan Allah Ta'ala. En zijn boodschapper. En dat we zijn boodschapper niet tegenwerken. Dat is het doel van deze waarschuwing. Daarna zei Allah Ta'ala: Ya ayyuhal insan. Wat betekent o mens? Hij heeft dus eerst ons een voorstelling gegeven van de dag des oordeels, van de dag van de opstanding. Wat er aan grote en zware en verschrikkelijke gebeurtenissen die dan plaats zullen vinden. En dat ieder mens dan ziet wat hij gedaan heeft. Vervolgens gaat hij verder en hij spreekt de mens toe. Hij zegt: Ja, Johannes, o mens. Sommige geleerden hebben gezegd: de mens hier wordt de ongelovige mens bedoeld. Anderen hebben gezegd: nee, de mens hier is ieder mens. Is ieder mens. Ieder mens wordt hier toegesproken door Allah Ta'ala. Zeg lachen. Zoals Allah Ta'ala heeft gezegd, want de mens, over het algemeen, de mens is waloom, kafaar, jahool. Dat zijn een aantal eigenschappen van de mens. Hij is jahool, onwetend. Als het gaat om datgene wat voor hem nuttig is in het hiernamaals. Als het gaat om dunya, vaak weet hij het wel. En hoewel, ook niet echt. Hij weet alleen dat geld heel belangrijk is. Omdat hij daarmee alles kan kopen, kan doen wat hij wil. Maar hij gebruikt drugs. Hij gebruikt alcohol. Hij eet overmatig. En noem maar op. Dat zijn allemaal dingen die heel slecht zijn. Of niet? Natuurlijk wel. Kijk om je heen. Jongeren die tegenwoordig al op een hele jonge leeftijd beginnen met drugs, met alcohol. En al heel vroeg schizofreen worden. En dan denken ze dat ze bezeten zijn. Terwijl ze gewoon, die drugs, heeft gewoon hun hersens aangepast. En vooral jongeren die voor de 21ste al met drugs beginnen. Natuurlijk, je bent dan nog niet volgroeid. Die hersens die worden beschadigd. En dan ga je verschijnselen vertonen alsof je bezeten bent. Schizofreen. Je hoort stemmen. Je ziet dingen die. En dat ziet natuurlijk een bezetene. Dat hoort hij ook, want dat zijn jeans die dan vooraan verschijnen of die met hem praten. Maar iemand die drugs gebruikt, die vertoont ook zulke symptomen. Dus zelfs als het gaat om dunia, dan weet hij ook niet echt wat voor hem heel erg nuttig is. Als je dan tegen iemand zegt: ja, rook toch niet. Roken is schadelijk voor de gezondheid. Dan zegt: ja, maar alles is toch schadelijk. Koffie ook, thee ook. Ja, maar koffie of thee, als je daar gewoon, als je matig ermee bent, het is helemaal niet schadelijk.
Maar roken wel. En koffie en thee, als je dat drinkt, is helemaal voor jezelf. Maar roken, je brengt ook anderen zelfs schade toe. Dus over het algemeen is een mens onwetend. En ook waarom. Wat betekent onrechtvaardig. Een mens, hij houdt van macht. En natuurlijk, macht betekent onderdrukken. Daar houdt een mens van. Behalve als hij de werkelijkheid, wat hem gaat, in wezen, goed doorheeft. Hij is dus waloom, zeer onrechtvaardig. En ook kafaar. Wat betekent kafaar? Ondankbaar. Ondankbaar. Mens is zeer ondankbaar. Nou. En daarom hebben geleerden gezegd, hier wordt dus ieder mens toegesproken door Allah Ta'ala. Allah Ta'ala heeft gezegd, innal insana la zalumun kafar. Waarlijk, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar. En hier zegt Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insan, o mens, ongeacht zijn religie, ieder mens wordt hier toegesproken door Allah Ta'ala. Ma gharraka bi rabbika al-kareem. Ma gharraka bi rabbika al-kareem. Wat heeft jou begoocheld aangaande jouw Heer? Wat heeft jou misleid? Wat betekent, wat heeft jou begoocheld aangaande jouw Heer, dat je hem verloochent? Verloochent in het opwekken. Dat je ontkent dat hij de doden zal opwekken. Dat zij hem verloochent in het niet uitvoeren van zijn geboden. Dat zij hem verloochent in het niet vermijden van zijn verboden. Wat heeft jou begoocheld, ondanks al deze gunsten van jouw Heer? Jouw Heer die jou uit het niets heeft geschapen. En jou in fase heeft laten ontwikkelen. En jou zoveel heeft gegeven. En toch. Je verloochent hem. He, wat heeft jou begoocheld aangaande jouw Heer? Sommige geleerden hebben gezegd. Wat heeft jou begoocheld aangaande jouw edele Heer? Ja, jouw insan maharraka bilabbik al-karim. Al-karim betekent edelen, betekent vrijgevig, betekent goedertieren. Karim is een, wat heeft jou dan? Sommige geleerden hebben gezegd, het feit dat Allah Ta'ala goedertieren is, edel is, zachtzinnig, en een mens niet meteen straft, dat is wat een mens heeft, wat een mens begoochelt. En dan denkt hij van ja, en hij zou toch niets gebeuren. Of als er wat is, dan was ik toch al lang gestraft. Denkt hij dan? Maar Allah Ta'ala is zachtzinnig. En hij is barmhartig. Hij geeft de mens een kans. Hij geeft de mens een kans om berouwvol tot hem terug te keren. Om tauba te doen. En dat Allah Ta'ala een mens niet meteen straft, dat mag niet zo zijn dat hij daardoor begoocheld wordt. Hij moet zelfs Allah Ta'ala daarvoor dankbaar zijn dat hij niet meteen straft en dat hij kansen geeft om terug te keren tot Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insan ma gharraka بربك الكريم الذي خلقك die jou heeft ontworpen en geschapen uit het niets. فسواك الذي خلقك فسواك
Dat betekent, hij heeft jou zodanig geschapen in evenwicht. En hij heeft jou goede verhoudingen gegeven. Goede verhoudingen gegeven. Een lange mens heeft ook lange benen. Een lange handen. Een mens heeft twee handen. Zijn gelijk aan elkaar. Niet de een is lang en de ander is kort. Ook de ogen, de oren, de benen, de vingers. Hij heeft je in evenwicht gemaakt. En in goede verhouding. En stel voor dat we een hele lange iemand hebben met hele korte handjes. Kun je dat voorstellen? Ja, je kunt het wel voorstellen. Maar het is gewoon geen gezicht. Sallallahu ta'ala, de mens, hè, zoals hij heeft gezegd, fi ahsan taqwim, gecreëerd. Subhanahu wa ta'ala. Fa'addalak. Fa'addalak. Wat betekent? Hij heeft jou staand gemaakt. Niet zoals een dier. Die loopt op vier voeten. Mens, op jonge leeftijd staat hij. En dan, hij loopt op twee voeten. Hij heeft twee handen. Hij kan ook. Nou, Allah heeft hem zo gemaakt dat hij hem staand heeft gemaakt. Hij kan staand lopen. Een hele mooie vorm. Ja, ayyuha al-insan, ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqak, fasawwaka, fa'addalak. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Die jou een vorm heeft gegeven die hij wil. We zitten hier en iedereen is uniek. Iedereen heeft een bepaald vorm. Die hij gekregen heeft door Allah Ta'ala. Dus mens, zegt Allah Ta'ala, maakt ons duidelijk, o mens, hoe kun je misleid worden? Hoe kun je begoocheld worden aangaande jouw Heer? Hoe kun je hem ontkennen? Hoe kun je de opwekking ontkennen? Hoe kun je zo ondankbaar zijn en al die gunsten van Allah Ta'ala? Dat is wat deze sura in het begin ons duidelijk maakt. Zoals je ziet, het gaat om zaken van al-aqida, van het geloof. Dat zijn de belangrijkste zaken natuurlijk. En onze aqida, die moeten we leren vanuit al-Qur'an en de sunnah. Want dat is de juiste aqida. Dat is het juiste geloof. Nou,